welkom bij het volgende project van Creatief met Haken. En zoals je kunt zien gaan we deze keer aan het werken aan een kabeltruitje. Ik heb dit kabeltruitje al heel ver klaar, of althans de pas is heel ver klaar. En je ziet dus dat ik ben begonnen hierboven met een x-aantal steken. Ik heb de kabel gaan verbreden, hij wordt steeds breder. En hier ga ik de kabel dus verwerken in een ander patroon. Het is compleet gehaakt met stokjes en reliefstokjes voor. In het rond, dus het wordt een trui met een ronde pas. Ik heb het gehaakt in Alize Angora Gold. En dit is kleur, dan moet ik even goed gaan kijken, kleur 163. Er zit op zo'n bol van Alize Angora Gold zit 100 gram en maar liefst 550 meter. Dus je kunt met één bol een behoorlijk stuk haken. Aangezien ik dus nog bezig ben met de trui te haken. Overigens, dit is bijna één bol en ik heb hier nog een prutje over. Dus je ziet dat ik al bijna aan de mouwen bezig ben. Om de splitsing te maken tussen mouw en lijf. En ik heb hier nog een prutje over. Dus ik kan jullie niet zeggen hoeveel bollen er precies in gaan. Maar ik vermoed tussen, afhankelijk van je maat, een bol of 4 tot 6. Dus pin me er niet op vast. Ik weet het niet. Ik ben er nog mee bezig. Overigens, deze trui ga ik dus ook haken op eigen lichaamsmaten. Iedereen haakt anders. Iedereen gebruikt anders ander garen. Dus je doet precies waar je zelf zin in hebt. Dus mijn richtlijnen zijn alleen van toepassing op het garen Alize Angora Gold. En ik heb dat gehaakt, of ik ben nog steeds bezig, met een haaknaald nummer 3. Nogmaals, al heb je hetzelfde garen, wil dit niet zeggen dat jij dat kunt haken op eenzelfde haaknaald als ik. Want iedereen haakt anders. Dus ik zeg nogmaals, deze trui wordt eveneens weer gehaakt op je eigen lichaamsmaten. Dus iedere trui is anders. Je past hem dus zelf aan gedurende de videoreeks die wat nu gaat komen. Goed, hoe heb ik een en ander gedaan? Dan zijn we weer met het iPadje. Dit is dus zeg maar de ronde pas. Ik ben begonnen met 88 steken. Dit betekent dat ik dan 22 kabels krijg. Die 22 kabels heb ik als volgt verdeeld. 7 voor, 7 achter, 4 in elk van de mouwen. Ik maak zelf altijd, als ik aan het ontwerpen ben, ben ik nooit bezig met het tekenen van het diagram. In de zin van de normale tekentjes, want dan word je knettergek als je ze constant moet uitvegen. Dus ik maak mijn diagram altijd zo, met puntjes. Ik denk dat ik hem ook zo laat. Want in de weerwar van al die reliefstokjes en je tekent dit in een diagram. Dit wordt voor sommigen ontzettend verwarrend. En als je dit met puntjes zo bijhoudt en je weet welke richting dat je kabel uit moet. En dat kun je dan heel makkelijk in de video zien, want je ziet dat ik al veel verder ben. Dan is dit makkelijker te lezen, want je hebt alleen maar stokjes en reliefstokjes voorlangs. Dus dit is op zich is dit heel makkelijk te begrijpen als je het combineert met de video. Overigens, ik heb zelf ook zo leren haken, de kabels dan, die heb ik zo leren haken. Als hier een punt onder staat, waar voor de rest niks staat, betekent dat dat een meerdering is. Dus kijk, hier komt ook weer een meerdering. Die hoort hier niet, dat is dus duidelijk zo. Hier staat ook weer een meerdering. Daar staat een meerdering. Zie je? Je ziet precies waar de meerderingen komen. Dus op zich is het heel makkelijk te lezen als je eenmaal weet hoe ik te werk ga. Ik ben tamelijk eigenwijs in mijn haakwerk. Ik zoek een voor mij makkelijke manier. Ik heb het zo geleerd met mijn 7 jaar. En als kind is dit heel makkelijk terug te vinden met puntjes. Dus ik neem aan dat dat voor jullie ook begrijpbaar is. Vooral voor iedereen die wat geen diagrammen kan lezen is dit heel makkelijk. Als een kind van 7 het kan, kan dit iedereen. Dus laten we snel beginnen.
Voor het gemak wil ik jullie wel nog zeggen dat ik het voorbeeld wat nu gaat komen voor jullie haak gewoon op een bol van de Vibra, van de Zeeman, sorry, daar heb ik ze alle twee genoemd. En dat doe ik omdat als ik hier dit garen laat zien, dan heb je hele kleine steekjes en dan zou je wel een keer een steek kunnen missen. Dit garen is gewoon veel dikker en zie je de steken veel beter, waardoor de uitleg ook voor jullie gewoon veel fijner is. Ik wens jullie veel succes, dus denk eraan, dit wordt wederom gehaakt op jullie eigen lichaamsmaten. Dus hoe lang dat je je trui maakt, hoe lang dat je mouwen zijn, hoe lang dat je raglan wordt, dat bepaal je allemaal zelf. Dus mijn video gaat alleen over mijn eigen maten of de maten van mijn zus, dat kan natuurlijk ook. Dus ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. In ieder geval, dit ontwerp had ik in mijn hoofd. En ik wil dit vooral ook afwerken. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik dat met de mouwen en met het boord allemaal ga doen. Maar voor nu is dit natuurlijk een heel prachtig werkje. En het is de bedoeling dat die net als mijn Noorse trui ook gewoon plat blijft liggen. En dit is een teken dat jullie meerderingen en je haakhand gewoon heel erg correct is. Gaat die lubberen, fronsen of gaat die trekken, dat die dit gaat doen, dat is een teken dat je haakhand niet geschikt is voor de haaknaald die wat je op dit moment gebruikt en zul je alles uit moeten halen en opnieuw moeten beginnen met een andere haaknaald. Dus test eerst je ontwerp dat het mooi plat blijft liggen. Zolang dat het mooi plat blijft liggen, is je trui ook super om te dragen. Je ziet ook dat dit randje iets opstaat. Dit is het namelijk ook de bedoeling, want het geeft een klein stukje opstaand randje om je hals, om je nek. Dus ik vond het wel een mooi ontwerpje om dat iets op te laten staan. En in plaats van dat die dus echt keurig aansluit om je nek, staat die iets omhoog. En dat zijn die 88 steek, maar voor de rest ligt die super plat. Dus nogmaals meiden, ik ga nu verder met de zeemanwol, zodat je beter kunt zien hoe en waar ik insteek. En ik wens jullie veel succes bij deze trui.